waren dit serieus. Mijn tags. Mijn kills. Alles van mij. Dank je. Yo mensen, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime en ik ben, en vandaag spelen wij met dit paarse wapentje. Ja jongens, we spelen met de dingo. En ja, het gaat fucking awesome worden. Waarom spelen wij vandaag met de dingo? In de vorige video waar we met de Vesper speelden, hadden wij iemand tegen ons met de dingo. En die was mij toch een partijtje irritant. Dus ik dacht, ja jongens, we moeten gewoon revenge pakken op die gast. En daarom spelen wij vandaag met de dingo tegen, ja, tegen onze tegenstanders. Het is niet dezelfde gast als eerst, want deze video is een stuk later opgenomen. En jullie vonden het wel grappig dat ik zo was aan het rage op de dingo. Dus ik dacht, jongens, vandaag is het onze taak om... Hé, hey, dat is mijn tag, hè, maat. Dat gaat niet gebeuren. Oeh, we moeten ook een keer met de HVK spelen. Ja, dat is een leuk wapen. Ja, dat gaan we doen, jongens. Maar... doe het vast een blauw duimpje omhoog als je het leuk vindt dat we met de dingo spelen vandaag. En laat een wapen achter in de reacties als jij wilt dat ik volgende keer met jouw wapen speel. Best een hoop mensen hadden dingo achtergelaten. Dus shout-out naar iedereen die de dingo had achtergelaten. Daar zijn we nu lekker mee aan het spelen. Heel erg leuk. Oh, oh mijn god. Achter ons nog één. Oh mijn god, waarom? Waarom Super Saiyanic BLK? Waarom kon je hem niet iets eerder killen? Dan was ik nog levend geweest. Dat was wat leuker geweest. Maar nee hoor, we moesten doodgaan. We moesten doodgaan. Mensen willen me dood hebben. Ze willen me dood hebben. Dat kan toch niet, jongens? Jij bent vervelend. Kom je helpen, maat. Kom je helpen. Te laat, hij is dood. Als er nog één... Oh fuck, de span hier. Oké, het is tijd om deze dingen op te pakken. Maak van me! Het is weer die hurricane, man! Waarom? Dat is er één. En dan ga ik hier weg. It's time to move rash. Somewhere else. Fuck, achter ons rent. Oeh, ja, dat dacht ik al. Veel te veel mensen hier. En we moesten eigenlijk een beetje reloaden, volgens mij. Ik had niet echt gezien hoeveel kogels wij nog hadden. Maar ik had het gevoel dat we er niet veel hadden. En dan speel je toch al wat minder lekker. Oh, fuck. Als je weet dat je binnenkort moet reloaden, dan speel je toch een stuk voorzichtiger. En waarom zijn wij dood? Kom op, mensen. Raise the power of the dingo. Jongens, doe hashtag dingo. Spam hashtag dingo op Twitter. Laten we de dingo hype maken. Helemaal hyped. Oké, hier zitten een hoop mensen. Echt, iedereen wordt doodgemaakt door die fucking raid. Al mijn kills. Al mijn kills. Man, man, man. Echt, what the fuck? What the fuck? Zag je hem zitten in die boom? Oh my god, die Saiyan. Die gaat echt lekker. En Robben, die kilt zichzelf met zijn Rolling Thunder. Beetje jammer. Oké, zitten er nog veel mensen hier in spam? Nope. Spam flips. En hij leeft gewoon nog hier. De fucking aap. Oh man, we moeten even roteren. Ja, man. Hier, ligt een tag. Ik zag nog een dingo op de grond liggen. Lekkere dingo gehaals. Jongens, wat de fuck gebeurt hier allemaal? Haters. Raids. Raps. Het is... Ik heb base teammates, jongens. Ik heb base teammates. Ik kan niks meer zelf doen. En ik, de enemies vandaag ook nog eens lieven. Dat is helemaal leuk. Kunnen we ook nog eens niet eens... De mensen die er nog rondlopen, zijn er dan ook niet meer. Laat me jou killen. Ik loop al echt zo lang achter je aan. Laat maar zitten. Hoor. Waar moeten wij kijken? Waar kunnen streaks niet komen? Waar vluchten mensen heen? Naar binnen? Naar de bunker hier rechts. We zijn alleen maar aan de lol. Oh, aan het rondlopen. Oké. Okay. Dit is mijn kill. Hihi. Oké, we spelen nog tegen vier man. Shoutout naar iedereen die in de game blijft wanneer die streaks tegen zich heeft. Want het is echt een beetje... Echt een beetje triest als je liefst van een streak tegen krijgt. Dan moet je gewoon beter spelen zodat je die niet tegen krijgt. Dan vind ik het goed. Maar je moet niet gaan lieven als je slecht speelt en dan streak tegen krijgt. Dat is
een gevolg van het slecht spelen, hè, jongens. Ja, kan gebeuren. Of het zijn teammates die slecht spelen, kan ook. Hij gaat niet eens zo super veel beter dan mij. Hij gaat 35-5. Oh, oké, hij gaat wel best wel goed. Laat maar zitten. Dat wat ik net zei, heb ik niet gezegd. Hij zit in de keuken te campen. Ben jij een meisje? Nee, grapje. Wij horen niet in de keuken. Wij komen je halen in de keuken. Omdat er natuurlijk zo weinig enemies nog zijn, gaan die mensen campen. Gaan die mensen kijken waar wij zitten en dan gaan ze afwachten. Yes, dank je. Oké, we gaan gewoon hipfire. Alles. Hij zit hier rechts. Oh mijn god. Hives! Nee! Ah! Shit. Shit, sorry. Oh man. Oké, we gaan hier naar rechts. Hallo? Oh man, er zijn geen kills om te pakken. Dat vind ik zo vervelend. Ik wil gewoon lekker kills maken en er zijn er geen kills om te pakken. Oké, kut hive. Hij staat er nog steeds. Oh. Ik wil die hive killen. Ik heb geen secondary. Pak iets op. Pak iets op. 1 seconde, hè. 1 fucking seconde. Die hadden we echt moeten hebben. Echt, jongens. Helaas. Helaas. De game zit er bijna op. Hoeveel killsteals kan ik hebben? Hoeveel? Echt min 50. Jongen, jongen, jongen. Zit allemaal in de bunker. Nu is het mijn beurt. Er zijn er al 2 langs. Oh, waren dit serieus? Mijn tags. Mijn kills. Alles van mij. Dank je. Oh fuck, er zit nog één. Oké. Oeh, dat was het. Kerpen. Oh, raid komt er weer. Rip alle kills. Alle kills fiat.nl. Nou, kijk, ik sta toch nog bovenaan. Omdat hij zoveel kills heeft gemaakt. Met zijn scorestreaks heeft hij daar niet veel punten voor gekregen. Wij hebben meer punten. Wij hebben meer perps. Ik ben eerste. Dit was de Revenge of the Dingo. Niet een heel erg spannend of waanzinnig potje. Maar wel de Revenge van de Dingo. Vond je het nou leuk? Doe natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer. En tot de volgende keer, jongens. Later.